met de hoed, de man met de kleurrijke blouse. En de man met het meest grote en forse instrument van Nederland. Dames en heren, mag ik een heel goed applaus voor niemand minder dan onze contrabassist, meneer Ruben Deulting. De volgende persoon. Oh. Voor als jullie hem niet zien. Op een recensie op internet die schreef: je kan het hele optreden vullen door alleen maar naar zijn gezichtsuitdrukkingen te kijken. Mag ik een heel goed applaus voor onze percussionist, niemand minder dan meneer Joas de Wit. En dan hebben we nog iemand. Voor mij staat hij links, voor jullie rechts. Hij is het nieuwste lid van deze band. Het groentje. Daarom niet minder belangrijk. Het is onze accordeonist. En elk instrument met toetsen wordt door hem bespeeld. Mag ik een heel groot applaus voor onze accordeonist. Niemand minder dan meneer Marcel Munch. En dan hebben we nog iemand. Iemand die ook wel even genoemd mag worden. Zijn verhalen zijn vooral sterk, dus ik ben eens door. Het liefst praat hij uren door over de diepgang van de nummers en waar het allemaal over gaat, waar het vandaan komt. Maar ja, verder houdt hij zich bezig met liedjes zingen. Hij is te herkennen aan zijn mooie pet en zijn mooie hoofd natuurlijk, waar menig vrouwenhart voor smelt. Mag wel even gezegd worden. En mannen. Hij wordt hierboven, dus als je geïnteresseerd bent, bel aan, hiernaast. Hij staat, ligt voor je klaar. Dames en heren, een groot applaus voor meneer Roel Marksman. Heel mooi!
en heren, dank jullie aandacht. Wij waren Café Overwerk. Nog een hele fijne avond en hopelijk.